Solstice, jullie zijn nog een vrij jonge band, maar jullie hebben wel een EP en jullie zitten ook bij een record label, Thanks But No Thanks. Hoe is dat eigenlijk allemaal zo snel gelopen? Ik denk dat we heel in het begin, dat we begonnen eigenlijk met de band te repeteren, dat we gezegd hebben van ja, we willen niet eerst een aantal jaren aanslepen en dan pas met iets komen. Dus we willen echt eerst muziek hebben waar de mensen echt naar kunnen luisteren, zodat mensen voordat ze naar optreden zullen komen echt de muziek eventueel zou kennen. Het was misschien hoog gegrepen of we hebben het al gehoord dat het zo is uitgesproken geweest, maar uiteindelijk we vonden dat voor onszelf heel belangrijk. En Thanks But No Thanks, we hadden daarover nagedacht om te proberen of we op het label zouden kunnen geraken. En dat is gelukt. En, ja, we zijn daar allemaal heel content van eigenlijk. En dat is leuk om te weten dat je zo een extra ondersteuning hebt voor niet alleen financieel, maar ook promotioneel. En dat is wel de max eigenlijk. Ja. En hebben jullie ook al in het buitenland gespeeld? Twee keer in Nederland tot nu toe. En zijn er nog meer plannen? Er zijn plannen, maar voorlopig. Contacten vinden. We zouden natuurlijk, we zijn allemaal wel van mening dat we altijd graag overal zullen spelen. Het buitenland maakt niet uit. En, elke show is natuurlijk mooi meegenomen. Jullie spelen hier vandaag, hebben jullie in een jeugdhuis gespeeld. Maar in mei bijvoorbeeld zijn jullie ook op Putrock. Wat vinden jullie eigenlijk het leukste? Beide zijn charmes, vind ik. In zo'n klein jeugdhuis is het altijd gezelliger, maar je kunt ook op een groot festival spelen waar geen kat staat. Dat is natuurlijk ook niet... Het hangt eigenlijk een beetje af van de situatie ook. Allee, als een festival zoals Pukkelpop, als er veel volk staat, ik denk dat je daar wel, als je het publiek een beetje kunt warm maken voor je muziek, ik denk dat dat wel altijd iets positiefs kan zijn. Dus. En een jeugdhuis, dat is altijd plezant, vind ik. Ik heb nog nooit echt in een jeugdhuis gestaan dat ik het niet plezant vond. Dus. Ik denk één keer naar Pukkelpop staan. Maar jij was ook gewoon te groot. Allee, waard, nog altijd. Op jullie Facebookpagina staan een aantal grote influencers eigenlijk, zoals The Dangerous Summer en Trice. Maar zijn er ook Belgische bands waar jullie echt naar opkijken? In het genre zelf misschien niet bepaald. Ja, echt. Dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk over het algemeen, bijvoorbeeld Sparkle of Hope, ik denk dat we allemaal wel. Dat is lang gestopt nu, want ja, en ook wat ouder bands, we vroeger ook nog. Lost in Rowan. Lost in Rowan vonden we bijvoorbeeld ook wel een heel leuke band. En The Maple Room, ik denk dat daar iedereen van ons daar naar Arizona. Dat is Arizona een, zeker. Dat is een goeie voor Exit on the Left. We kunnen eigenlijk bands blijven opnoemen. Circle, voor een heel lang geleden. Maar die bepaalt ook een charme, Midnight Souls of zo. Midnight Souls. Now Voyager. Ja, we zijn echt, ik denk dat we niet echt op één genre specifiek vastpinnen, maar dat we van alles wel een beetje proberen naar te luisteren. Zo. Ik denk dat elk genre heeft zijn charme, dus je moet gewoon zien dat het voor jezelf persoonlijk overeenkomt van wat je graag luistert of wat niet. Dus zo. Een aantal onder jullie hebben ook bij Wanhope Escapes gespeeld. Ja. Hebben jullie geprobeerd om die ervaringen ook mee te nemen binnen Solstice toen jullie hiermee begonnen? Ja, ik denk dat je sowieso, uiteindelijk, Wanhope Escapes was ook een band die eigenlijk toch een zeker aan deze, ook over heel Vlaanderen wel min of meer geapprecieerd werd. En ik denk dat je alle ervaringen die je opdoet door in het verleden met andere bands te spelen, je alleen maar te goede komen in nieuwe ervaringen zoals Solstice. En het is daarom ook dat we daar, het is uit die dingen van Wanhope Escapes, van die gedachtegang dat we daar hadden, is ook voortgekomen dat we eigenlijk ook direct zijn gaan opnemen. En dat we direct zeiden van we willen met iets komen in plaats van eerst een aantal jaren aan te modderen en dan uiteindelijk pas muziek te hebben waar mensen echt naar kunnen luisteren. Ja. Want dat is heel belangrijk en dat vinden wij allemaal belangrijk. Ja, het is tenslotte een band, en daar draait het om de muziek. Dus als je geen muziek hebt, ja. Dat moet goed zitten. Ja. Ja, nu, om af te sluiten, als jullie dan optreden, wie van jullie heeft eigenlijk het meeste stress voordat jullie het podium op moeten? Ja, ik kan wel afklokken op Erwin eigenlijk. Ja. Maar ik moet niet zeggen dat hem daar zich zorgen gemaakt over de show of zo, maar ik denk dat wel gewoon eigen is aan zijn karakter ook weer. En hoe merken jullie dat dan? Heel veel trillen. Enorm veel mensen. Ja, dat is anders. Ja. Maar iedere show is ook anders. Als hij zich meer op zijn gemak voelt, dat bijvoorbeeld als we al eens gespeeld hebben op die bepaalde locatie, dan weet je al hoe de zaal eruit ziet en je weet hoe eventueel het volk reageert op je muziek. En ik denk dat allemaal factoren zijn die meespelen of je je goed op podium voelt of niet. En ik denk dat als het publiek mee is en je ziet allemaal hoofdjes bewegen en, of meezingen of roepen of ik weet niet, of
mosje niet dat dat zoveel op onze muziek gebeurt. Of dansen, maar dat is altijd wel zand. Crowdsurfen. Crowdsurfen, ja. Het zijn allemaal dingen die je extra motivatie geven om de show nog beter te maken. En ik denk dat het ook voor u dan, of voor iedereen die wat een beetje met stress heeft te maken, ik denk dat iedereen wel min of meer stress heeft, is dat toch altijd wel leuk om te zien als de mensen het dan volledig bij mij zijn. En hebben jullie ook bepaalde rituelen of zo, of iets dat jullie doen voordat jullie dat podium opstappen? Warme. Zou ik denk energie drank, dan ben ik nog een keer. Ja, zwaar. Nu, maar ik niet echt. Niet echt. Een beetje plezier maken, dat is het leukste. Okay. Denk ik. Zo, bedankt. Geen probleem, graag gedaan. Graag gedaan. Heel veel bedankt.